Ja, mannen. Zondag spelen wij tegen FC Stomp. Hè? We gaan allemaal ons beste beentje voorzetten. Ja? We gaan er een lap op geven, goed? Xavier. Ja? Ja, kom, mannen, sta maar ineens allemaal recht. Hè? Naar het schijnt ligt die mannen hun trainer onder vuur. En daar gaan wij dus optimaal van profiteren. Ja? Deze keer geen gezever. Ja. Oh! Geen domme jongen, dat is genoeg, zeg! Probeer hier een deftige training te geven. Allee, bon. Ik wil dat iedereen zich voor de volle 100% inzet, ja? Gaan we nu beginnen met penalties. Xavier? Ja, ja. Ja, allee, in uw goal. En Mark, jij mag beginnen. Ah. We zoeken de boot. Pascal, ik kom u inviteren, hè. Om morgen bij mij mee te gaan naar Knokke Zoete. Sorry, Balthazar, maar ik heb geen tijd. Dat maakt geen tijd, hè. Wat is dat nu? Hey, we gaan golven, hè. En dan gaan we eten op de Place Batuvu. Nee, dankjewel. Ik ben aan het diëten. Oh. Oh, allee, Pascal, dat kun je nu toch niet refuseren. Hey. En s'avonds naar de casino. Een roulette doen met een bonbon. Balthazar, verstaat je het nu nog niet? Stop mee achter mijn gat te lopen. Vraag Bambi mee, of Minou, of heel uw arm voor mij part. Maar laat mij gerust. Uw worst braadt niet meer bij Pascal, jo. Jongen. Ze zit nog met één vent in haar hoofd en dat is... Maurice. Ja, als je van de duivel spreekt... Dan ziet je zijn de saucis. Pascal. Maurice, wat scheelt er? Je kijkt zo triestig. Het is mijn moeder. Oei, toch niks ernstig. Nu wil ze morgen met de mutualiteit op daguitstap naar de Ardennen. Dat is heel goed. Waarom doet ze dat toch, Pascal? Waarom wil ze van mij weg? Zorg ik dan niet goed genoeg voor haar? Maurice, je moet daar niks achter zoeken. Misschien wil dat menske er eens graag tussenuit. Ik vind het onverantwoord op haar leeftijd. Wat als haar iets overkomt? Ja, wat zou haar kunnen overkomen? En er gaan verplegers mee. Ja, maar... Wel dan. Trouwens, je zou blij moeten zijn. Nu dat uw moeder eens op reis gaat, kunnen wij misschien morgen ook eens een uitstapje doen. Je hebt geen tijd. Voor u niet, nee. Pascal, dat gaat niet. Ik moet thuis blijven. Stel dat ze bellen vanuit de Ardennen om te zeggen dat mijn moeder... dood is. Fernand. En wel, dan gaan wij ook naar de Ardennen. En dan zijt je in de buurt, als er iets gebeurt. Ja. Ja, dat is dan afgesproken. Jij komt mij morgen vroeg halen om 9:00. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Maar Pascal, je gaat nu toch niet naar de Ardennen? Ja, dat krult daar van de wilde varkens, hè. Oh, en dan? Ik heb in de loop der jaren geleerd om met varkens om te gaan. Oh. Ja, hij is het. Trainer. Paul. Ja. Mannen. Verdeel dat is. Ja. Nee. Trainer. Ah! Paul, heb je iets in mijn bil? Xavier, gaat je hier nu ook al het klein kind uithangen? Stop daarmee, ja? Of ik zit u buiten. Stam. Het zal niet meer gebeuren, trainer. Zeg, wat is dat hier? Moet ik zo ver uitkomen uit mijn goal? Dat is mijn strategie voor de match van zondag. Ja. Ah. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. Hoedje van. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. Mannen, los. Zeg alstublieft, hè. Is dat hier de peutertuin of wat? Jump!
niet genoeg van ons, hè? Allee, mannen. Dat is niet serieus, hè. Zeg. Paul heeft er zoveel... Paul heeft er zo zijn werk in gestoken. Ja. Merci, Xavier. Zou je misschien niet ineens uw strategie kunnen uitleggen op het bord? Ja, ja. Er zal niets anders op zitten, zeker, hè? Ja, ja. Bon. Eerst de ploegopstelling. Ja. Ja. Wat is dat nu? Superkool. Voor Jan, Pien en Paul. Kom. En we gaan zeker en vast naar Turpui, hè? Ah ja, zeg. Ja. En de watervallen van Co, dat moet je toch ook gezien hebben. Pascal. Ja, momentje, Balthazar, ik ben bezig. Zeg, meneer Boma, ik heb dus echt compassie nu, hè? Nou, zeg nou alles wat dat jij voor haar gedaan hebt. Ah ja. Ik ben veel te goed, hè, Fernand. Ja, maar veel te goed is zelf zot, hè? Zeg, jij gaat toch niet de worst van tussen die een buitenram laten halen, hè? Zeg. Voorzitter. Ja. Zo kan het niet verder, hè. Er moet iets gebeuren. Ja, natuurlijk. Ziet je, ik ben niet de enige die er zo over denkt, hè. Wel, merci voor uw medeleven, papa. Ja, maar ziek word ik ervan. Ja. Nee, ik kan er eigenlijk echt niet meer tegen. Je slooft je uit, je doet je best in. Ja, wat krijg je daarvoor in de plaats? Nogabollen, hè. Nog een beetje uitlachen in uw gezicht, ja, dat doen ze. Maar pas op, met die mentaliteit gaan we zondag nooit winnen tegen FC Stom. Zeg, Paul, dat is ook geen nieuws, hè. Oh, het is over uw voetbal dat je het hebt. Oh ja? Los dat dan zelf op, hè, man. Ja. Voorzitter, los dat... Paul, kom. De voorzitter heeft nu ander varkens te geestelen, kom. Ah, maar ja. Ja, maar als het zo zit, voorzitter, maar dan stop ik ermee, hè. Ah, maar ja, doe dat. Goed. Dag, Paul. Pascal! En dan gaan we eens lekker eten, hè. Dan gaan we dineren, een stukje wild. En de kampioenen moeten niet denken dat ik nog terugkom, hè. Het is gedaan. Finito. Ik ken dat. Totdat ze hier op de dorpel staan en u vragen om terug te komen. Nee, Doortje, nee. Deze keer niet, hè. Zeg, ze hebben lang genoeg met mijn kleur... Paul! Met mijn kleurpotloden gespeeld. Oh. Ja, nou, dat is waar. En dan kun je nu een beetje meer tijd vrijmaken voor je gezin. Ah, maar ja. Vanaf nu komt jij op de eerste plaats, hè. No? Ik bedoel, nog meer op de eerste plaats. Ja, ja. Sorry. Ja. Oh, ik weet al iets wat we kunnen doen. Zondag is er een daguitstap van de KV. Met het hele gezin. Schrijf ons maar in, hè. Ja. Zeg toch weer niet met die kwezels op natuurwandeling, zeker? Nee, geen natuurwandeling. We gaan naar Scherpenheuvel. Ja, maar zondag? Dan kan ik niet, hè. Dan moet ik naar de verjaardagsfeest van Tessa. Ja, dan gaan wij gezellig met ons tweeken, Zeppel. Ja, heel gezellig. En we kunnen vanaf nu ook samen zingen in het kerkkoor. Halleluja! Ja, maar wij gaan dat goed doen. Ik ben sopraan, jij bent tenor. Ja, we gaan eens wat meer actief worden in de parochie. Weet je, we zouden aan de pastoor kunnen vragen of we hem niet kunnen assisteren in de eucharistieviering. Ja, maar wacht, we moeten daar waarschijnlijk eerst een cursus voor volgen, hè. Oh, mijn ma, die gaat dat fantastisch vinden. Mijn ma! We kunnen vanaf nu ook iedere zondag bij mijn ouders op de koffie. Goed, hè? Hoe bezig? Carmen! Zet dat zuigmachine af! Ik moet toch kuisen, hè? Zeg! Ja, doe iets anders, wat minder lawaai maakt. Oh, je moet u op mij niet afreageren, hè? Ja, ik kan er toch ook niet aan doen, hè, dat u een trainer het is afgebold. Dat is op dit moment het minste van mijn zorgen, hoor, Carmen. Ja. Voorzitter, ja. Je moet ons helpen. Ja, ja, ja. Overmorgen is het match en we zitten zonder trainer. Ja. Hela. Oh, nee.
Waterslagers, je gaat mij daar nu niet mee lastigvallen, hè? Ja, maar voorzitter, zonder trainer kunnen wij die match nooit winnen. Ja, en mijn trainer wel zeker. Zonder dat Papon terugkomt. Ja, hoe moeten we dat doen? Ik heb Paul nog nooit zo kwaad gezien. En waarvoor? We hebben niks misdaan. En Mark? Nee. Maar alleen een beetje met zijn voeten gespeeld. Ah, voilà. Zie dan dat je excuses aanbiedt aan Papon. Ja, ik weet niet of dat veel zal helpen. Ja, dan moet je een andere trainer zoeken, zoals simpel is dat. Je kunt misschien mijn ventje terug aanstellen als trainer. Karmenneke. Mijn gedacht. Waterslagers als trainer. Ja. Dan kan ik even goed dat kieken pakken daar. Echt waar? Oh, dank u, meneer Boma. Ela. Oh. Oh. Allee, ma. Ja. Amuseert u, hè? Ja. Allee, vrouw. En geen stommiteit te doen. Allee, Pien. Ze is anders al goed bezig. Ah ja, ze gaat toch weg met Maurice, hè? Fernand komt de ruzie stoken. Zeg, maar dan Pascal, we mogen toch eens lachen, zeker, hè? Nee, ik kom u prettige reis toe wensen. Oela, wat steekt daarachter? Niks. Ik ben blij dat jij met Maurice op stap gaat. Ja, dan kan hij vandaag geen werk van mij afpakken. Fernand, ik pak uw werk niet af. Jij geeft mij werk. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, ik moet overal gaan herstellen wat jij eerst kapotgeprutst hebt. Op uw woorden letten, hè. Ik de prutser. Ja, als je het zelf zegt. Ik zeg altijd, als je het niet kunt, blijf er dan vanaf. Ja, hoort je het? Hij beledigt mij, maar ik ben de ruziestoker, hè. Fernand, we mogen toch eens lachen, zeker, hè. Zeg, lacht me wagen, hoor. Meneer Boma, nu is het oorlog. Hè. Ik heb me lang... Ik heb me lang kalm kunnen houden, maar nu... Nu is de maat vol, hè. Wil jij een keer met uw pikkels van mijn cognac blijven? Sorry, maar ik heb het nodig, hè. Wat ik nu allemaal heb moeten meemaken... Wat nu, Kostermans? Mariske weer, hè. Dus die steelbederver, die zwartwerker, die werkafpakker... Ja, maar wat heeft hij gedaan? Die heeft me belachelijk gemaakt, hè. Ja, maar in het bijzijn van derden, hè. Dat is niet moeilijk, hè, kop, hè. Zit, ja, maar die een halve kletskop is wel met uw Pascalke naar Dardenne, hè. Zeg, een plezier dat ze hadden. Maurice, zijn tong hing op zijn schoenen van de goesting, hè. Je moet je vragen wat die twee er allemaal gaan uitsteken. Of insteken. Dat is iets gebouwen, hè. Die gaat toch niet met zijn plakpollen aan mijn Pascalke prutsen, hè. Of erger nog, met zijn mond. Ja, maar dat zal dan nu niet komen vragen, hè. Daar is maar één ding op, hè. Achterna gaan. Kom. Ja, maar ik heb hier nog van alles te doen. Ja, maar wat is nu het belangrijkste? Oh. Uw saucisse of Pascal? Mijn saucisse? Maar nee, Pascalke natuurlijk. Wat denk je dat we in de Dardenne kunnen gaan doen? Vandaar? Je ziet toch dat ik aan het denken ben? Nee. Nu ja. En hoe bevalt het u zo thuis bij het vrouwtje? Plezant, hè? Ja, het is precies zoals ik het mij had voorgesteld. Ik amuseer mij rot. Ik wist dat je er geen spijt van zou hebben. En nu geraken die werkjes ook eens opgeknapt, hè? Anders zouden die hier toch ook maar blijven liggen, hè? Ja, maar ik zal toch blij zijn als ik hiermee klaar ben. Oh, ik ook. Dan kun je aan de gang beginnen. De gang? Ah ja, jij had dat toch beloofd? Zo. En dan daarna ons slaapkamer behangen en dan die van Billy, dan de garage opruimen. Hé, moet je dat allemaal doen? Elk weekend een beetje, hè, Paul. Dat moet allemaal vandaag niet, hè. Oh-oh. Wat had ik haar nog allemaal beloofd? Hè? Nee, niks dood zijn. Ik was... Ja, je had ook nog beloofd dat je de damkap, de filter zou... Zijn thuis. Ah, hé, mannen, kom binnen, zeg. Ik bedoel, wat komt je doen? Want ja, ik heb hier niet veel tijd, hè, zeg. Ah, wij willen u iets geven. Huh? Mark, de bloemen. Allee. Oh, dat is wit. Zeg, waaraan heb ik dat verdiend? Wij komen ons excuseren. En vragen of je niet terug onze trainer wilt worden. Oh, een
Nee, Paul komt niet meer terug. Ah, nee? Oh, nee. Paul wil niet meer dat je met zijn kleurpotloden rammelt. Hé, Paul? Ja, dat is waar. Wij beloven dat we ons in de toekomst zullen gedragen. Doortje, ze beloven dat ze zich in de toekomst zullen gedragen. Ja, maar weet je, Paul die is nu zo blij dat hem al die werkjes kan opknappen. En ook hij wil wat meer tijd aan zijn gezin besteden. Hé, Paul? Ja. Ja. Ja, hij is nu ook, sinds dat hem gestopt is met voetballen, zoveel gelukkiger geworden. Hé, Paul? Ja. Je wilt er echt niet nog eens over nadenken? Oh, nee, 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 dat is niet nodig. Hij weet het al. Hé, Paul? Ja, ik weet het al. Ja, dat is dan jammer. Allee, dan gaan we maar, hè. Ja, ja. Je bent toch zeker? Hé, Paul? Oh, ja, ja. Ja, echt heel zeker. Hé, Paul? Ja. Oké, dan. Ben ik zo blij dat jij voor je gezin hebt gekozen. Ik ben echt trots op u. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, het is hier schoon, hè, Maurice. Ik ben hier ooit nog op schoolreis geweest. Toen had ik vlechtjes. Jij ook, Maurice? Ik heb nooit vlechtjes gehad. Nee, Maurice, ik bedoelde, zet jij hier ook op schoolreis geweest? Ja, 2 keer. Ah. Uw moeder is in goede handen. Je hebt gelijk. En ze zullen wel bellen als er iets is. Maar ja. Allee, toe, geniet nu toch eens van de omgeving. Allee, die lucht hier, hè. Dat is het beste medicijn dat er is. Ze gaan haar pillen toch niet vergeten? En la revue? Bij lange niet. In deze kleren zijn we toch onherkenbaar en onopvallend. Denk je? Natuurlijk. Alle detectives kleden zich toch zo. Denk aan detectief Van Zwan. Nu zitten we hier, hè. Wat nu? Detectief Van Zwan. Mij niet afjagen, hè. Je ziet toch dat ik aan het denken ben. Ja? Wat is dat allemaal? Ik ben naar de bibliotheek geweest. Een paar boeken gaan lenen. Beter leren voetballen. Ja. Voetbaltactieken. Mm-hmm. Een spelgerichte en een coöperatieve methode. Zeg, wat zei jij van plan? Ja, Wieke. De spelers van de kampioenen hebben mij gekozen als hun nieuwe trainer. Allee, proficiat. Dank u wel. Dank u. Je gaat dat heel goed doen. Ja, ja. Maar ik weet alleen niet goed hoe ik eraan moet beginnen. Oh, maar Mark? Ja? Ik ga je daar wel bij helpen. Ah. Hè? Een trainer, dat is gelijk een manager. Ah, ja. En van manager, ja, daar weet ik alles van. Hè? Mm-hmm. Voetbal steunt op de 3 D's. Discipline. Hoi. Dat is drie keer hetzelfde. Zonder discipline loopt alles in het honderd en spelen de kampioenen met uw voeten. Je moet hen laten voelen wie de baas is. Ja, ja, maar Bieke, de kampioenen, dat zijn mijn vrienden. Vriendschap telt niet bij het voetbal. Wat daar telt, zijn de resultaten. Ja. En, heb je het begrepen? Ja, denk het wel. Kom hier. Met een trainer. Oh, Vic. Discipline. In het voetbal, Markske. Ah. Zie die Maurice, wel lieve herten. Kun je nu voorstellen dat mensen die opeten? Ze zullen voor mijn moeder toch dieetvoeding voorzien hebben. Ze mag geen vet eten. En gezoet.
Jawel. Buiten. Stop mee met de nek te ademen. Maar dat ben ik niet. Wat zeg ik? Met de nood. Daar sta je maar te lachen. Je zou beter zeggen wat we nu gaan doen. Jacht me niet op, hè. Je ziet toch dat ik aan het denken ben. Dat doet je al de hele dag. Nu gaan we leven met de mannen, met Mark als trainer. Hola, hola. Trainer heeft te diep in de choco gekeken. Ga ja. Kom. Ga maar allemaal op een rij staan. Ah, ja. Min, waar is mijn feestmus? Min, waar is mijn feestmus? Kom, geen flauwekul, waterslagers. Voetbal steunt op de drie D's. Discipline, discipline en... Dat derde ben ik vergeten. Discipline? Denkt je dat voetbal zo simpel is, waterslagers? Kom, zit u maar allemaal op een rij. En jij ook. Ah, schoenen niet gepoetst. Ga maar douchen. Hup. Snot niet gekamd. Hup. Ah, slecht geschoren. Allee, jong. Wat is dat, Xavier? Vitamintjes. Kom, douchen. Ja, maar... Douchen! Hup. Strijkijzer kapot. Hup. En er wordt niet gesnoept op het veld. Hup. Ah, spuwen. Op het veld. Dat mag ook niet. Hup. Dat was inspectie. En dan nu de training. Mannen. Oeh, is de training al gedaan? Ah ja, als de trainer ons van het veld stuurt. Ja. Dingske, tap bij zijn dagschotel. Ah wel, ik wil iedereen terug op het veld. Onmiddellijk. Ja. Zeg Mark, je moet wel weten wat je wilt, hè. Een sportman moet gezond leven. Ja. Ik ben wel geen sportman, hè? Nee, Carmen, maar ik wil niet dat jij mijn spelers vergiftigt met uw rook. Uw gespierde stilo heeft precies een toer te veel op de molen gezeten. Mark heeft gelijk. Oh. Ah. En vanaf nu gelden hier de regels van de algemene geheelonthouding. De drie essen. Geen... sigaretten? Geen seks? Oh, dat ook al niet. Ja, veel verschil maakt dat bij u toch niet, hè, Carmen? Moet u eens met uw eigen huis houden, ja. En... geen pintje. Daar ga ik niet in, hoor. Geen haar in mijn moustache dat daaraan denkt. Hoe gaan we je dan in doog houden? Kom, hop, 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 hop. Maurice, kijk eens naar dat uitzicht. We zitten hier precies midden in een sprookje. Ik hoop dat mijn moeder niet naar hier komt. Stel dat ze uit zo'n bakje valt. Balthazar, verstop u achter uw gazet, straks eens alsnog. Zijn ze daar nu weer? Je ziet toch dat ik aan het denken ben. Zijn jij klaar met het huishouden? Dan kunt je naar de winkels, hè. Eerst 5 minuutjes uitrusten, hè, Paul. Wat ben je daar aan het uitknippen? Kortingsbonnen. Kortingsbonnen? Waar dat jij je mee bezighoudt? Hé, hey, doet jij dat dan niet?
Ik heb daar geen tijd voor, hè, Paul. Dus al die jaren ben jij gewoon naar de winkel geweest zonder zomaar één bon uit te knippen? Wat, ja? Ja, maar weet je wat wij al die jaren hadden kunnen besparen? Ja, voor die paar centjes. Nee, nee, veel centjes maken samen veel euro's, hè, zeg. Ja, maar Doortje, dat is waar, zeg. Je moet u toch organiseren? Goh. Allee, je moet eerst die reclameblaadjes uitpluizen op zoek naar kortingen en dan kun je de prijzen vergelijken. Ja, en dan naar al die verschillende winkels rijden. Dan verrijd je meer aan naft. Oh, met de fiets, hè, Doortje. Oh, weet je nog iets? Zit je mij al rijden zo met mijn boodschappen aan mijn stuur? Zo, pff, zeg. Nee, je moet naar verschillende winkels rijden. Ja? Jawel, dan verspreid je toch je aankopen en dan moet je van overal niet tegelijk zoveel meebrengen. Jij, hè? Jij bent precies echt een gierige pin. Dat heeft niks met gierig zijn te maken. Dat is... Allee, nee, kom maar eens hier. Ja? Voilà. Hier. Cola en fruitsap in de GB. Wasverzachter, mayonaise en deodorant in de Aldi. Bananen, kiwis, soep, pattenkaasjes en de wattenstaven in de Delhaize. En dan kaas en tomaten in de Colruyt, watertjes en worteltjes in de... Jij denkt toch niet dat ik dat allemaal ga doen, hè? Ja, Doortje. Ja, ik kan hier toch ook niet weg, hè? Ik moet de gang nog schilderen. Hè? Ja, alstublieft, hè. Ja, Doortje. Uw fietsbanden, staan die nog hard genoeg? Of moet ik ze voor u oppompen? Maar meende jij dat? Het regent pijpen stelen. Ah ja, dat is waar. Ah. Dat had ik voorzien. Ise. En voorzichtig zijn, hè, Doortje. Kom. Kratverdekken, wat is dat toch, hè? Heel mijn lijf doet zeer van die training. Ik kan geen poot meer verzetten. Die meetlat durft nogal, hè. Mij verbieden om te roken. Wie denkt die asperge wel dat hem is? Ela. Geen seks. Wat? Geen pintjes. Zeg. Nee. Amai, zeg. Oh. Komt er nu binnen gewaaid. Oh, precies de verzopen waterkeken. Oh. Ja, nu kan ik terug opnieuw beginnen. Oh, sorry, hè, Carmen. Ja. Maar Doortje, moet jij nu bij uw pol zijn? Zwijgt mij van die een tiran, hè. Oei, er is precies een haar in de boter. Oh, Carmen, die moeit zich met alles, hè. Die staat er altijd op mijn vingers te zien. En als ik dan 5 minuten wil rusten, dan staat hij mij terug te commanderen. Die heeft mij nu naar 5 verschillende winkels gestuurd, hè. In dat hondenweer met de fiets, omdat het goede koper is. Oh. Het is en blijft een de tremmerie. Oh, ja. Zeg, maar waarom komde jij dan nu hier toch vertellen? Ja, Xavier. Momentje, hè. Sorry. Ja. Xavier, zou jij alsjeblieft aan Paul willen vragen of dat hem wil terugkomen trainen? Ja, Doortje, maar dat weet ik niet, hè. Oh, nee. Alsjeblieft, het is mijn laatste hoop. Ja, maar je hebt zelf gezegd dat Paul zo gelukkig is zonder de kampioenen. Ik kan zijn geluk toch niet gaan afpakken, hè. Ja, maar en mijn geluk dan? Telt dat niet? En je hebt toch een trainer nodig, hè? Ah, we hebben juist Mark aangesteld, zeg. En die doet dat deel goed. Ik kan Mark toch niet gaan goochelen. Maar zeg, je kunt mij dat niet aandoen, hè. Als Paul nog langer bij mij thuis zit, hè. Dan moeten ze me naar het gesticht voeren. Oei. Ja, sorry, Doortje. Oh, zeg, je laat mij gewoon in de steek. Nee, we zullen u komen bezoeken, niet gesticht, hè. Oh. Ja, het is al goed. Ik ga al terug naar mijn dictator. Ik ben eens benieuwd wat nu weer zal zijn. Allee, kom, het is goed. Oh. Ik zal het Pol terugvragen. Oh. Merci, Xavier. Allee, kom. Ja, merci. Ja. En ik hoop dat hem ja zegt. Hè. Ja. Dan zijn we eindelijk van Mark verlost en kunnen we weer pintjes drinken. Ah, en vrijen. Hey, show. Ja, dat ook, ja. Oh, dat is indrukwekkend, hè, Maurice. Amai, zeg. Oh, zeg, en zijn dat nu stalactieten en naar beneden stalagmieten? Jij maakt u zorgen over uw moeder, hè? Jij kent me toch goed, hè, Pascal. Ik hoop maar dat hij hier niet is geweest, want dan heeft ze zeker een valling opgedaan. En op haar leeftijd
is dat heel gevaarlijk. Ik denk dat we beter voortmaken. Allee. Ze gaan bijna sluiten en ik heb hier geen ontvangst op mijn gsm. Ah. Nee. Ziet u wat ik aan het denken ben? Nee. Maar waar nu? Naar daar. Nee, nee, naar daar. Nee, nee, naar daar. En ik heb zo'n goesting in een frisse pint, hè. Ah, en ik in een sigaretje zeker. Amen. Dingske. Xavier, Saartje. Saartje. Hey, iedereen. Dag. En hoe is het? Hallo. Allemaal. Mannen. Ah, Paul. En? Weet je het al? Ik ben dus de nieuwe trainer van FC De Kampioenen, hè. Oh ja? Ja. Allee. Proficiat. Dank je, vriendelijk. Paul, wilt je nu echt niet terugkomen als onze trainer? En Mark dan? Ja. Moet geen schrik hebben, hè, Bieke. Ik kom niet meer terug, hè. Maar waarom nu niet? Ik besef nu pas wat ik al die jaren gemist heb. Ja, ik ben echt blij dat wij eindelijk samen zijn. Nou, mij moet je niet kijken, hè, Paul. Allee, als jij nu echt graag trainer bent... Nee, maar dan... dat kan ik je toch ook niet aandoen, zeg. Dan zit jij weer altijd zo alleen thuis. Maar dat geeft niet. Zo af en toe is alleen thuis, hè. Je zou er toch maar beter nog eens over nadenken. Dat is niet nodig. Ik weet dat ik bij u wil zijn. Ja, alleen kom, Paul, de trainer doet nu niet koppig en pak die job aan. Wat krijg jij nu, zeg? Ja. Goh. Jij wilt mij precies graag uit uw buurt. Maar nee, ik wil alleen niet dat jij je zo wegcijfert voor mij. Oh. Allee, het is goed. Ik wil weer trainer worden. Ja. Ja. Maar op twee voorwaarden, hè. Ja. Jij knipt vanaf nu alle kortingsbonnen uit. Oké. Okay. Ja. En de kampioenen die moeten beloven dat ze zich beter zullen inzetten. Oh. Ja? Op ons kunnen rekenen, hè? Ja. Geen probleem. Ja, Mark, sorry. Je bent toch niet kwaad op mij omdat ik je job heb afgepakt, hè? Belangrijk, Paul. Oh. Nu kan ik eindelijk terug mijn eigen zijn. Want weet je, vroeger, hè, dacht ik altijd dat jij echt een ambetantie kwaad. Maar nu weet ik dat het eigenlijk allemaal comedie is. Fernand, waar zijt je? Hier. En nu, Kostermans? Ja, maar je ziet toch dat ik aan het denken ben. Daar. De dagjes, toeristen. En? Was het er schoon? Och, heel schoon. En het was daar goed weer. We hebben ons heel goed geamuseerd, hè, Maurice. Ze heeft de dag van haar leven gehad. Pascal? Mijn moeder. Ja, Pascal, ja, Pascal, ja.